Dit filmpje gaat over het maken van een concept map. Hoe en waarom maak je een concept map? Nou, net als het maken van een mind map schijnt de concept map enorm goed aan te sluiten bij de werking van onze hersenen. Sterker nog, er zijn mensen die zeggen dat een concept map een weerspiegeling is van de manier waarop onze hersenen omgaan met begrippen. En dus zou het heel makkelijk moeten zijn om, als je er eentje maakt, om dat op te slaan in je hoofd. En daarnaast ben je ook nog eens actief bezig en is het leuk om er eentje te maken. Dus waarom zou je het niet doen? Nou, hoe werkt het? Als volgt. Je neemt een begrip, een onderwerp. Vandaag doe ik werkloosheid. En om dat begrip heen ga je eigenlijk alle belangrijke begrippen verzamelen. Die ga je met elkaar verbinden, maar wat is nou zo speciaal aan de conceptmap? Tussen die verbindingen ga je aangeven wat de relatie is tussen de verschillende begrippen. In mijn geval, werkloosheid bestaat uit verborgen werkloosheid. Dat kort ik even af. Werkloosheid. Zo. Conjuncturele werkloosheid. Hele en dan pak ik er nog eentje. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar het is alleen eventjes om jullie te laten zien hoe de conceptmap werkt. Seizoenswerkloosheid. Oké. Dus je hebt een begrip. Daartussen geef je aan wat de relatie is met de volgende begrippen. En zo ga je eigenlijk een heel onderzoek of een heel overzicht maken. Nou, verborgen werkloosheid. Dit is een voorbeeldrelatie. Ik zeg, hij bestaat uit. Nou, dan geef ik voorbeelden van werkloosheid. Wat je ook hebt is oorzaak-gevolg. Nou, conjuncturele werkloosheid. Dat is dus werkloosheid als de economie wat minder is. Dan worden contracten niet verlengd, mensen worden ontslagen, etc. Nou, dan geef ik aan, die lost op als de economie weer aantrekt. Dan worden die mensen weer aangenomen, ontstaan er weer nieuwe banen, etc. De economie aantrekt. Dus dit is weer een andere vorm van een relatie. Je kan echt doen wat je wil, maar ik gebruik een aantal verschillende om jullie aan te geven wat de mogelijkheden zo'n beetje zijn. Seizoenswerkloosheid. Dat is nog een keer oorzaak-gevolg. Komt onder andere door. Dus seizoenswerkloosheid is bijvoorbeeld door het weer. Denk aan in de zomer als iedereen op het strand ligt en alle strandtenten open zijn. Maar als het sneeuwt gaat niemand op het strand liggen, dus dan is daar geen werk meer. Nou, dit is ook een oorzaak-gevolg. Wat je ook nog kan doen is een ontkennende relatie gebruiken. En dat zou je dus ook kunnen zeggen, komt niet voor. Komt niet voor in de supermarkt. Noem maar eventjes wat. Gaat me er gewoon eventjes om dat je ziet wat een verschillende relaties je allemaal kan gebruiken. Zal ik hem hier nog even afmaken. Verborgen werkloosheid. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat zijn werklozen die niet ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. Schreven staan. Denk aan huisvrouwen die gewoon een man hebben die werken of illegale, etc. Nou goed, dit is een beetje een overzicht van een conceptmap. Je begint dus met een begrip en dat hoeft niet een centraal begrip te zijn, zoals met een mindmap. Je kan eigenlijk overal heen. En het belangrijkste is dat je de verbanden gaat aangeven. Nou, wat je ook nog kan doen om aan te geven hoe sterk de relaties zijn, is dat je, als je een hele sterke relatie hebt, dat je die heel dichtbij zet. Heel dichtbij het andere onderwerp. En als die niet zo sterk is, minder sterk, dat je hem verder weg tekent. Dat soort mogelijkheden heb je ook nog. Eigenlijk van alles kan.
Ik denk dat het enorm goed is om iets te samenvatten en om inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp. Dus nieuwe dingen. Dus ik denk dat het enorm helpvol is voor jou als leerling. Of en trouwens voor iedereen. Ook voor mij.